Ja, maar wat bijzonder. Zo een uitzicht. Geweldig. Ik heb er even van kunnen genieten. Heerlijk. Thank you.
en toen waren we weer thuis. En Mary is ook gelijk weer naar huis, want ze had een nieuwe kat. En dat is ook nog een jonkie, die was nog buiten. Dus ja, die wou ze ook graag weer zien binnen te krijgen. En er was er iemand die ook nog bij haar kwam. Dus ja, die is ook weer naar de eigen toe. Dus we hebben het even leuk en gezellig gehad. Maar wat een mooi uitzicht, niet? Geweldig, zo bijzonder, zo ontzettend ver weg. Ik had het zelf nog nooit eerder gezien hoor. Het was ook zo laag water dat je dus daar een zandbank zag. Want ik zag op een gegeven moment daarachter weer donker, dus dat is dan weer water. Of de Waddenzee, want daar ging het veel ver. Nou ja, dat is voor mij niet te belopen. Hey, de Waddenzee, ja. Dan ga je richting die andere eilanden. Dus ja, maar wat bijzonder. Zo'n uitzicht. Geweldig. Ik heb er even van kunnen genieten. Heerlijk. Dan zeg ik, het is iedere dag weer anders. Iedere uur is het anders. Ja, het blijft bijzonder, de zee. Maar, pas op, de zee die neemt en de zee die geeft. Dus altijd opletten. Altijd erom denken. Dat je jezelf niet in gevaar brengt. Maar oké, ik ga nog even een bakje koffie doen. Zometeen komt Sandra. Dus ja, ik heb nog niks gehoord. Geen appje, niks. Maar die appt altijd als het eraan komt. Dus dat komt ook wel goed. Oh, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nou, kom dan maar. Oh, wat dikkie. 1, 2. Hoppatee. Hallo. Waren we weer? Huh? Ja. Wat een dikkie. Wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er? Moet je ruiken? Nou, dat ben jij. Ja, dat ben jij. Wat een dikkie. Hè? Huh? Wat een dikkie. Of moet je kijken in de doosje? Oh, lekker ding. Hm? Heel lief. Ja, hè? Zit lief. Oeh, moet je zo gapen. Oh, nou, maar weer op de grond. 1, 2. Hup. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar vandaag nog wel een keer. Tot dan. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, het is reeds alweer avond. Het is 19:38. En nog steeds op 1 september. Ja, en weliswaar ook op dinsdag. Dus ja, de middag is omgevlogen. Ik ben met Mary de markt over geweest. Ik ben met Mary de dijk op geweest, waar jullie ook bij waren. Sandra is geweest. Dat was ook even gezellig. Nadat Sandra weg was gegaan, ben ik zelf ook weer weggegaan op mijn scootmobiel. Want ik moest ook nog boodschappen doen. Maar ik ben weer de stad even lekker door geweest op mijn meneer, zoals ik dat wil. En ja, tuurlijk. Het zal Corina niet zijn, hè? Die weer wat scoort op de markt zelf. Op de markt zelf. Een hele mooie, prachtige, zwarte broek. Met voor ook een buse erin. Van achter ook een buse aan weerszijde. Dus ja, heel mooi, elegant, zwart, staat altijd, staat overal netjes bij. Maar ik heb bij een winkeltje, waar ik op mijn vorige kleding al vandaan had, heb ik nog iets moois erbij gescoord. En ja, ook dat is zwart, maar zit wat in. Ja, daar zit wat in. Eventjes, ik moet even goed pakken. Voilà, bling bling bling. En dat is dus ook een jurkje met aan de onderkant gewoon weer even zwart. En van achteren helemaal zwart. Dus ja, daar sta ik er toch chic op voor de feestdagen of andere festiviteiten of wat dan ook. Dus ja, ik zal dat morgen passen. Of misschien straks nog. En dan...
ja, laat ik het jullie wel een keer het zien wanneer ik niet zo moe ben zoals nu. Ja, dit gaat weer in dat zakje. Een rood-wit zakje, dan kan ik het zo vanavond mee naar boven nemen. Maar voor nu zeg ik jullie allemaal een hele liefdevolle avond toe. Althans, dat wens ik jullie toe. En voor later op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker, met hele mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen uiteraard. En ik hoop dat dat ook gebeuren gaat. En ik zie jullie graag aan de andere kant van de nacht weer terug. Dus ik sluit mijn virtuele deurtje nu dicht. En we spreken elkaar daarna wel weer. Ik zou zeggen, toedeledokies. Doei!